Welkom alweer allemaal bij een nieuwe aflevering van God bestaat. In de vorige aflevering hebben we gekeken naar het morele argument voor het bestaan van God. In deze aflevering wil ik daar iets meer bij stilstaan. En met name hoe we dit argument kunnen gebruiken in de dagelijkse gesprekken die we hebben met de mensen om ons heen. En dit wil ik gaan doen aan de hand van de wet van non-contradictie. Deze wet, de wet van non-contradictie, stelt namelijk dat iets A is en niet B kan zijn tegelijk. Iets kan niet bestaan en tegelijkertijd niet bestaan. Dit ga ik duidelijk maken aan de hand van het volgende voorbeeld. Namelijk, de aarde is plat of de aarde is rond. Het kan niet tegelijk plat en rond zijn. Of bijvoorbeeld, God bestaat of God bestaat niet. Het kan niet allebei zijn. Als dus een atheïst zegt, God bestaat niet en een gelovige zegt, God bestaat, dan één van de twee heeft gelijk. Het kan niet zo zijn dat ze allebei gelijk hebben. En deze wet, dit principe, werd door Aristoteles voorgesteld in zijn werk de Metaphysica Gamma als één van de fundamentele principes van het menselijk denken. Deze voorbeelden klinken heel erg vanzelfsprekend, zou je kunnen zeggen, en terecht. Maar tegenwoordig horen we heel vaak om ons heen dat dit soort uitspraken worden gemaakt, of uitspraken worden gemaakt die niet overeenkomen met de wet van non-contradictie. Wat zijn dan deze uitspraken, of wat zijn voorbeelden van deze uitspraken? Namelijk, je hoort misschien wel eens, er bestaat geen waarheid. Of alle waarheid is relatief. Het is misschien waar voor jou, maar niet waar voor mij. En je mag niet oordelen. Maar al deze uitspraken schenden en gaan tegen de wet in van non-contradictie. Hoe kan je dit dan toepassen in gesprekken met mensen om je heen? Heel erg simpel eigenlijk. Door de claim toe te passen op zichzelf. Dus als een persoon zegt, er is geen waarheid, dan zeg je eigenlijk heel simpel, of dan stel je de vraag, is dat waar? Want als het klopt dat er geen waarheid is, dan kan die claim niet waar zijn, want je zegt zelf dat er geen waarheid is. Waarom stel je dan dat er geen waarheid is? Want blijkbaar stel je zelf dat er waarheid is, maar je zegt, er is geen waarheid. Maar waarom moet ik dan naar dat luisteren? Waarom is het waar wat jij zegt? Vaak horen wij dus dit soort uitspraken, dat er geen absolute waarheid is en dat waarheid voor iedereen anders is. Maar dit kan niet waar zijn, want nogmaals, als jij zegt er is geen waarheid, waarom moet ik dan luisteren naar jou? Waarom als jij zegt, we leven in een tijd, en wat dat horen we heel vaak, we leven in een tijd waar iedereen voor zichzelf bepaalt wat waarheid is. Iedereen bepaalt voor zichzelf wat goed en slecht is. Er is geen goed en slecht, iedereen bepaalt dat voor zichzelf. En dit klinkt ook allemaal heel erg mooi. Maar helaas voldoen deze stellingen ook niet aan de wet van non-contradicties. Want die stellingen spreken zichzelf heel erg tegen. Heel simpel, als jij zegt er is geen goed en slecht of waarheid is relatief, dan is die claim zelf relatief. Waarom zou ik dan moeten luisteren en met jou eens moeten zijn? Maar als ik zeg er is wel absolute waarheid, er is wel een verschil tussen goed en slecht wat voor iedereen geldt, dan kan dat waar zijn. Maar als je zegt, dat is er niet, ja, dan spreek je jezelf eigenlijk heel simpel tegen. Dat is hetzelfde alsof je zegt, mijn broer is enigst kind. Dat kan niet. Want als je een broer hebt, heb je ook een tweede zoon of dochter. Of als je zegt, ik kan geen Nederlands spreken. Je spreekt zelf Nederlands. Dus door te zeggen, er is geen waarheid, gebruik je eigenlijk zelf de claim van waarheid. Maar dit is niet alleen erg omdat het de wet van non-contradictie tegenspreekt bijvoorbeeld. Maar het kan niet zo zijn dat we leven in een wereld waarin goed en slecht relatief is. Want stel je eens voor, iedereen bepaalt voor zichzelf wat goed en slecht is. Wat maakt het dan uit als ik lieg? Wat maakt het uit als ik steel? Wat maakt het uit als ik iemand vermoord? Want ja, iedereen bepaalt toch voor zichzelf wat goed en slecht is. Het maakt dan toch niet uit wat je doet. En daarom is het gevaarlijk om te veronderstellen dat er geen goed of slecht is. Los van het feit natuurlijk dat je niet kan zeggen dat goed en slecht relatief is, zoals we net ook hebben gezien. En nogmaals, dit is niet een samenleving, denk ik, waar we in kunnen leven, waar we kunnen zeggen dat goed en slecht voor iedereen anders is. Want hoe kan je dan iemand aanspreken? Als jij iemand ziet stelen, maar je bent van overtuigd dat hij goed en slecht voor iedereen anders is, hoe kan je dan hem aanspreken? Want als je hem aanspreekt, jij steelt, ja, dan kan je ook gewoon zeggen, of dan kan de ander heel simpel zeggen, maar ik bepaal toch voor mezelf wat goed en slecht is.
wat heb jij dan dit mee te maken? Of wat maakt het jou uit? En we zien dit vaak, waarschijnlijk in onze media, we leven in een cancel culture. Een cultuur waarin mensen worden uitgesloten die andere mensen uitsluiten. Maar zo zie je ook weer de tegenstrijdigheid. Ook hier weer sluiten we bepaalde mensen uit. Oh, omdat christenen zeggen, er is goed en slecht en je mag dit doen en je mag dat niet doen, dan sluiten zij uit, dus wij moeten christenen uitsluiten. Nee, maar dan doe je precies hetzelfde. Dat is nogmaals hetzelfde alsof je zegt, hey, jij mag niet oordelen. Maar dan ben je toch zelf aan het oordelen. Dus wil je een claim maken en wil je ervoor zorgen dat iets voor iedereen geldt, dan moet je wel erkennen dat er een absolute standaard is van goed en slecht. Dat er iets is boven de mensheid zelf wat bepaalt wat goed en slecht is. Anders nogmaals is het jouw woord tegenover mijn woord. Als je dus deze techniek wil toepassen in discussies, let dan wel op het volgende. Eigenlijk wat ik ook in de promo heb verteld. En daarin vertelde ik de vers uit 1 Petrus 3:15. Waarin ik vertelde dat, dat je altijd bereid moet zijn tot verantwoording voor alle rekenschap van de hoop die in u is. Maar toch met zachtmoedigheid en met vrezen. Dus als je in een discussie gaat, doe dat. Maar doe dat met zachtmoedigheid en vrezen. En probeer niet andere mensen aan te vallen. Omdat je ze misschien hebt betrapt op de wet van non-contradictie. Maar doe dat dus met zachtmoedigheid en vrezen. Dank u wel voor het kijken. Mocht je vragen hebben, laat ze gerust weten. En ik zie jou in de volgende aflevering.